set the other on fire. Best man, pas bezig boven. Ik ben heel even naar beneden geweest. Nu ga ik weer even naar beneden. Moet even wat eten. En heb je één domme? Je hebt één domme gemaakt. Stakker. Stakker. Ben je aan het filmen? Ja, ja. Voor YouTube. Ja, dat wel. Ik ga ook één domme maken, ja? Wel beter. Is het met keep, toch? Is het met keep? Wat is keep? Keep. Kortom. Zit kip in, toch? Ja. Chicken. Ja, kip. Chill. Ga ik mensen even halen. Ik moet nog steeds zelf dan kijken. Zometeen weer lekker naar boven. Verder lekker in zo. Even wat eten maken. Heb best wel nog een productieve middag gehad. Heb wat gesproken met producenten en zo. Van de petten en zo. En heb een paar dingen doorgenomen met hem. Wat er moet veranderen. Wat er beter kan. Dus dat kwam goed. Er kwam een nieuwe pet aan. En er is nog een andere verrassing. Maar ik mag er nog niet echt over praten. Het heeft wel met kleren te maken. Dus dat wordt wel leuk. Maar ik mag niet te veel zeggen. Dus, maar jullie zien het wel verschijnen binnenkort. Waarschijnlijk over een week of twee of zo. Of drie, ik weet niet wanneer precies. Ja, 2-3 weken, hoop ik. Misschien langer. Maar we kijken wel wat dat wordt. Ik heb nog even zitten ouwehoeren op Snapchat, ja. Dat is wel leuk, lachen. Dus, dat is zo. Dat is wel interessant, een beetje geouwehoerd met een paar oude vrienden. Op Snapchat.
En ik heb gewoon genoten van mijn dag. Ik heb echt genoten van mijn dag. En nu ga ik weer lekker fatsoenlijke, lekker werk doen en zo. Bij Verona ga ik weer lekker werken beginnen zo. Over 30 minuten of zo ga ik daar beginnen. Moet ik daar zijn. Dus dat was leuk. Dat was wel een leuk avondje. Hopelijk was het een beetje druk. Ik denk het niet. De periode is voorbij. Een drukke periode. Dus dat was wel leuk. Een beetje ouweren. Maar ik moet vooral wachten. Ik moet vooral wachten op de nieuwe dingen, de nieuwe vooruitgang die er komen. En ik mag helaas nog niet te veel over zeggen. Maar jullie krijgen wel een, hoe moet ik dat zeggen? Jullie krijgen wel een, niet een preview, maar jullie krijgen een presentatie. Ja, presentatie binnenkort over alle producten die ik binnenkrijg. Ja, dus dat was wel leuk. Dat was leuk. Wat nog meer? I know. Ja. De vooruitgang trouwens met die scholen, dat is een beetje lastig. Dat is feit. Het vergt niet echt zeer moeite, maar het vergt niet zoveel meewerking van het tegenpartij die waarmee ik praat en zo, zullen niet echt meewerken. Dus dat is een beetje lastig. Maar ik ben gewoon aan het bellen naar alle scholen. Tenminste naar scholen. Zoveel mogelijk scholen. En kijken of ik daar gewoon een preek kan houden. Een presentatie kan houden in de klas. En dat vergt toch al veel moeite dus. Maar ik ben er wel mee bezig. Ik ga binnenkort wel even een paar filmpjes erover maken. Als ik bel naar die scholen. Dus dan zien jullie waar ik mee bezig ben, wat ik zeg allemaal. En misschien hebben jullie wat tips voor mij. Kijk wel, misschien dat jullie tips hebben. Als jullie tips hebben, wat interessant is. Maar allemaal goed. Maar dat vergt dus wat meer moeite dan de rest van de dingen. Ik ben ook bezig met Zalando. Ik ga kijken of ik daar ook mijn product op kan krijgen. Dat moet ik zelf doen. Kan een vriend me niet bij helpen. Die andere vriend die me bij Bob.com heeft geholpen om daar binnen te komen. Die kan me nu niet helpen. Dus ik moet even zelf wat dingetjes regelen. Even nieuwe vrienden maken die daar werken. Dus ik ga even kijken waar ze allemaal uithangen en wat ze allemaal doen. En dan moet ik een beetje connecties maken. En dan ga ik daar ook waarschijnlijk mijn producten verkopen. En ik heb wel iets meer vooruitgang geboekt met die barcode trouwens. Dus binnenkort krijg ik die thuis. En dan kan ik mijn producten op pop neerzetten. Maar ik denk dat ik nog even wacht totdat de andere collectie ook binnenkomen. Van de petten. En dan ga ik alles tegelijkertijd erop gooien. Bam. Gewoon in één keer. Dus dat zien jullie wel. Petten. En nog andere dingen. Dus Wij zien wel. Dat wordt leuk. Maar dan. I'm going to work now. Work the shit. Ik ben de hele dag aan het werk. Maar ik ga nu werken. Fysicaal werk doen. Zo leuk. Ik ben aan het praten met mezelf. Nee, grapje, ik ben wel aan het vloggen, ja. Maar, zie jullie wel weer. Bedankt voor het kijken. Ik ga vanavond helaas dus niet meer filmen. Dat is wat ik wil zeggen. Bedankt voor het kijken. En tot morgen weer, hè. You have absolute control over only one thing. And that is your thoughts. This is the most significant and inspiring of all facts known to humans. This ability to control your thoughts is the sole means by which you may control your own destiny. If you fail to control your own mind, you may be sure you will control nothing else.